Wie dacht dat een salade geen vol gevoel geeft, die heeft het mis. En dat ga ik vandaag bewijzen door een slaatje voor te schotelen vol vezels, proteïne en ook een dosis gezonde vetten. Het wordt een linzensalade met gerookte zalm en een citroendressing. Linzen zijn een superbron van vezels en proteïne en daarom gaan ze zorgen voor een vol gevoel. Het is goed voor onze bloedsuikerspiegel te stabiliseren en ze hebben ook een positieve impact op de cholesterol. We gaan beginnen met de linzengaar te koken in een steelpannetje. Dat doen we eerst omdat we natuurlijk daar even op moeten wachten en dan kunnen we ondertussen de rest van ons slaatje al voorbereiden. Ik heb gekozen voor blonde linzen, maar uiteraard zijn eender welke linzen goed. Voor een frisse zomerse smaak te krijgen gaan we een zeste van een biologische citroen gebruiken. Gaan we doen door met een dun schiller de schil van de citroen te halen en deze dan in kleine stukjes te snijden. Zo hebben we meteen een heerlijke citroensmaak en ook alle gezonde stoffen van in de schil binnen. Onze zeste van citroen die is al gesneden. Ik ga nu ook nog een uitje snijden en bieslook fijn hakken en die mogen straks ook samen allemaal onder onze linzensalade. Voor de dressing nemen we het sap van onze citroen waar we al eerder de zeste van namen. We doen er 2 eetlepels witte wijnazijn bij en 100 ml extra vierge olijfolie. Een bom van goede vetten, mono-onverzadigde vetten en hier koud bereid, dus in zijn volle glorie. We doen er nog een halve theelepel zout bij en nog 1 grote eetlepel ahornsiroop. Ondertussen zijn onze linzen gegaard. We gaan die nu afgieten en afspoelen tot ze koud zijn. Doe nu 6 eetlepels van de citroendressing over de linzen en doe er ook meteen de bieslook, de citroenzeste en de ui bij. Doe wat rucola op een bord en doe er de linzensalade over. Als je graag een vegan recept hebt, dan kan je hier al stoppen en het hier al opeten. Maar ik ga er wel een beetje gerookte zalm aan toevoegen, dan hebben we onze heerlijke vetten mee en heel veel omega-3. Voilà! Onze linzensalade met citroendressing en gerookte zalm, dat gaat mij keihard smaken. Als je zelf het ook eens wilt proberen, dan kan je het recept nalezen op nyam.tv. Bye bye!